just unbelievable. Unbelievable to even think I'm in the final. Het was een droomtoernooi voor de pas 16-jarige Luke Littler. Hij speelde voor het eerst een WK darts bij de volwassenen en haalde dus gelijk de finale. Luke Littler werd geboren op 21 januari 2007. De Engelsman komt uit het kleine dorpje Runcorn. Hij eet niet echt als een topsporter, want Luke is dol op pizza's en broodjes kebab. In de club waar hij met darten begon, zijn kinderen erg trots op de prestaties van Luke. I think he's a real inspiration. It's mesmerizing because it's like I know who he is. En ook in Nederland zijn dartkenners erg onder de indruk. Woorden schieten eigenlijk tekort. Het is echt niet te geloven hoe goed die jongen is. Hij is al heel vroeg begonnen met darten. Hij kon net staan. In een luier heb ik hem zien spelen. Vanaf het begin al heel fanatiek ermee geweest. En eigenlijk al vanaf 11, 12 jaar zag je al dat hij heel goed was. In de finale moest Luke Littler gisteravond spelen tegen een andere Luke. Luke Humphries van 28 jaar. En dat was een spannende wedstrijd. Maar uiteindelijk won toch de oudste van de twee, Luke Humphries. Hij verdiende daarmee meer dan een half miljoen euro. Obviously it would have been a dream for him to win and I think the sport would have probably would have gone crazy, but for me, you know, my dream was to be world champion. Unfortunately I had to spoil the party, but you know, he will win a world title and if he doesn't I'll be very very shocked. Maar de jonge Luke Littler bleef niet met lege handen achter. Hij kreeg 230.000 euro en daarmee kan hij de rest van zijn leven elke dag een broodje kebab betalen.